Vrijdagmiddag begon in Nijmegen Startup 24, waarbij studenten in 24 uur een onderneming op gaan zetten. Startup 24 is een landelijk project, maar in Nijmegen was hoog bezoek aanwezig. Als envoy van startups ben ik erg betrokken bij alles wat gaat om innovatie en ontwikkeling van ondernemerschap. Dat begint eigenlijk bij het onderwijs, wat we hier zien, tot aan hoe bedrijven kunnen opschalen, groeien, internationaliseren. En bij Startup Delta kijken we naar welke barrières er zijn nog in Nederland om dat mogelijk te maken. En die proberen we weg te nemen met partijen samen te werken om dat te doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat studenten vroeg, maar eigenlijk al voordat ze student zijn, maar nu heb je ze nog, zeg maar, om iets mee te geven, dat ze vroeg in aanraking komen met ondernemerschap. En want ondernemerschap is een ander soort carrière. Je kan natuurlijk leren om bij een groot bedrijf te gaan werken. Je kan leren om in de wetenschap te gaan. Maar je kan ook leren om je vaardigheden zo op te bouwen dat je je eigen droom kan naleven. En dat hoeft misschien niet meteen naar de universiteit of niet in de universiteit, kan ook daarna. Maar dat je weet wat het is en dat je die interesse bij mensen kweekt om zelf aan te pakken. En dat heb je niet alleen nodig als je een eigen bedrijf wil starten, maar ook om ondernemend te zijn in allerlei andere functies. Mijn boodschap hier aan Nijmegen zijn ten eerste fantastisch dat zij de grootste groep studenten bij elkaar hebben gehaald in heel Nederland van het Startup 24 programma. Dus zijn we een voorbeeld en dat is heel mooi. En mijn boodschap zou zijn, maak er het meeste van. Zet Nijmegen op de kaart als start-up land en ondernemerschapsland. En zorg dat we gewoon echt heel goed samenwerken met de rest van Nederland gebeurt. Zodat we inderdaad Silicon Valley even links laten liggen in de komende 5 jaar.